TSC verloor in de hoofdklasse A met 0-4 van OS 20 uit OS. Op de overwinning van de ploeg uit OS was niets af te dingen. De Oranje-Witten begonnen erg mat aan de wedstrijd en werden door OS 20 onder druk gezet vanaf het begin. In het eerste kwartier kroop TSC al een aantal malen door het oog van de naald. Het was dat doelman Sebastian van der Sman niet in de malaise deelde en zijn ploeg op de been hield met enkele prima reddingen. TSC kwam pas na 20 minuten een keer in de buurt van het doel van OS 20. Het leverde een vrije trap op die door de Hembia Senaki over het doel werd geschoten. Net toen iedereen dacht dat TSC schadevrij de rust zou halen, sloeg OS 20 middels Fernand Koskun toe. Het werd 0-1. Na rust wisselde trainer Hanky Leatemia de licht geblesseerde aan de wedstrijd begonnen Gregory Vierek voor Masuro Latuheru en spits Jip Battle. Na een blessure nog niet sterk genoeg voor een hele wedstrijd, de Troemeen Balrak. Invaller Latuheru eiste na 2 minuten al een hoofdrol op. Hij beging in het 16 meter gebied een overtreding dat OS 20 een strafschop opleverde en Latuheru een rode kaart. Vanaf 11 meter liet Juri Koel, doelman van de Sman, kansloos. Het werd 0-2. Hierna vocht TSC met 10 man zich terug in de wedstrijd en kreeg zo weinig wat kansen. Doelpunten bleven echter uit. In de 68e minuut counterde OS 20 na 0-3 door een doelpunt van Richard van der Venne. Hierna ontsnapte TSC een paar keer aan een nog grotere nederlaag. Het werd uiteindelijk 0-4. Na 71 minuten uit een benutte strafschop van OS 20, topscorer Tony de Groot. Hanky Leatemia, leg het mij maar uit. Terecht een nederlaag, dus ik hoef niks uit te leggen. Gewoon een vierde klasniveau vandaag gezien van mijn ploeg. Ja, is gewoon niet goed. Nou ja, dan verlies je terecht. Gewoon vernederd ben je gewoon 0-4. Geen iemand uit. Fantastisch eigenlijk gevoetbald. De bovenliggende partij gedurende een groot gedeelte van de wedstrijd. Vandaag geen schim. Nee, klopt. Geen met een andere ploeg. Os ook weer een andere ploeg. Instelling vandaag ook niet optimaal bij iedereen. Nou ja, goed, als je ziet dat Sebastian van der Sman het beste van het veld was met in de tweede helft Joel naar de rode kaart. Ja, dan zijn er maar 2 die ik echte lichtpuntjes heb vandaag. Ja, de keeper was inderdaad de beste, maar die heeft nog 4 keer moeten grabbelen. Nou ja, je hebt geluk dat je niet bij de eerste 5 minuten 3-0 achterkomt. Dat ze daar niet 3 keer scoren, ja, dan weet je al dat er een zware middag tegemoet gaat. Nou ja, en als ze dat dan niet snel herpakken, dan heb je zeker een zware middag. Nou ja, je hebt het gezien. 0-4, terecht uitslag. En na de rode kaart kwam er een beetje vuur in de ploeg. Nou ja, laten we zeggen vuur. Er werd in ieder geval meer strijd geleverd. Maar toen was het natuurlijk al veel en veel te laat. Ja, nee, het was al bij de eerste helft. We hebben het proberen te kanten nog in de rust. Nou ja, als je ziet dan die tweede goal valt ook. Ja, dan was gewoon geen hoofdklasse waardig vandaag. En dan mag je blij zijn dat het nog 0-4 wordt. Lichtpuntjes, zijn ze er wel of niet? Vandaag niet gezien. Ja, alleen Sebastian, zoals ik al zei. Maar ja, dat is niet genoeg. Er moeten 11 lichtpuntjes zijn en vandaag eentje. Dat is veel te weinig. Sebastian van der Sman, de beste van TSC. En dat zegt meteen genoeg, want je hebt 4 keer moeten grabbelen. Ja, helaas wel. Wat je zegt, dat zegt genoeg als de keeper een van de betere was vandaag. Leg jij nou eens uit hoe het allemaal is gekomen? Want het was gewoon verschrikkelijk. Ja, wij hebben OSS gewoon hun gang laten gaan. Ze konden voetballen, weinig druk op de bal. En wij kwamen gewoon er niet aan. Kan het ook te maken hebben met de tegenstander, zoals je zegt. Maar de spirit was er vanaf het begin van niet. Die rode kaart kwam in de tweede helft. En in het begin, toen was er een beetje strijd. Ja, dat klopt. Natuurlijk, ik wil OSS niet tekort doen, maar wij hebben ze ook gewoon hun gang laten gaan. En dat hebben hun prima gedaan. Maar we hebben vandaag niet thuisgegeven en dat zie je ook terug in de score. Ja, absoluut ook niet eerste klas waardig, hè, dit? Nee, absoluut niet. Nee. Hoe gaan we het tij keren? Goeie vraag. Daar gaan we van de week aan werken en pakken we het op naar volgende week toe. Ik heb er wel alle vertrouwen in en ook als je ziet voor de winterstop hoe we gevoetbald hebben, dat is gewoon prima. Dat moeten we zo snel mogelijk weer oppakken. Ja, ook uit tegen Gemert, hè, was een perfecte pot. Nou ja, daar hebben we zeker een uur lang heel goed gevoetbald. Later zij ons volledig onder druk. Kwamen er wat moeilijk onderuit en 2 tegendoelpunten. Maar toch nog een mooie 2-2 uit het vuur gesleept. Ja, maar goed, dat was wel niveau en dat hebben we vandaag niet gezien. Nee, helemaal mee eens. Klopt. Misschien dat het veld iets meespeelt, dat de jongens toch wat angstig zijn om te voetballen. Dat zie je bij een gegeven moment, dat is een goede kunstgrasveld. Dus dat speelt wel een beetje mee, maar zoals vandaag is, dat mag niet meer.
Ja, zou dat zo'n groot verschil, maakt dat zo'n groot verschil, het veld? Want inderdaad, Gemert was kunstgras. Jullie trainen op kunstgras, dat gaat allemaal goed. Je zag constant de ballen hier opstuiten en een rare capriola maakten. Ja, zeker voor ons spel maakt dat wel degelijk uit. Wij willen voetballen van achteruit. En ook al zet een tegenstander ons vast, willen we toch eronder uit voetballen. En als je ziet dat je dan toch moeite hebt met een eerste aanname, met een balletje die even opspringt, dan kom je niet in het ritme. Toch hebben we ruimte genoeg gehad, maar ja, op een gegeven moment durfden de jongens volgens mij niet meer. Voor jouzelf, je zult een rotgevoel hebben, maar je hebt wel goed gekiept en dat moet deugd doen. Ja, dankjewel. Ik ben niet te spreken ook over mezelf. Het einde, die vierde goal. Gewoon de kop erbij houden. Ik was te laat en moet ik niet doorgaan. Dat is stom. Maar goed, ik heb een paar lekkere ballen gepakt. Dat is wel lekker. De uitslagen van de wedstrijden van 22 februari. TSC Os 20-0-4. Baronie de Valk 3-0. Dosco AWC 0-3. RKSV Schijndel UD 19 3-0. Top tegen Gemert 2-2. Deurne Dongen 1-0. En Blauwgeel 38 Groene Ster 2-1. De stand per 22 februari. Blauwgeel 38 staat bovenaan met 33 punten uit 16 gespeelde wedstrijden. Gemert 32 uit 16. Dongen 31 uit 15. Top staat vierde met 28 uit 16. TSC Atiel 26 uit 15 gespeelde wedstrijden. Baronie 24 uit 16. En UD 19 staat op de zevende plaats met 23 punten uit 15 gespeelde wedstrijden. Het speelschema voor 1 maart 2015, AWC tegen Baronie, Dongen tegen Top, Gemert tegen Blauwgeel 38, Groene Ster speelt tegen Deurne, Os 20 tegen RKSV Schijndel, UD 19 tegen TEC en De Valk tegen Dosco. De eerstvolgende wedstrijd is op 8 maart 2015. Op Sportpark De Lok wordt dan gespeeld tegen Deurne. Tot zover TEC TV. Graag tot de volgende keer.